Dat was een specifieke case die, ik geef je even de microfoon, die Plugify neerlegde. Maar kun jij een korte reactie geven hoe D66 erin staat? Nou, we hebben zelf in 2014 de start-up BV voorgesteld. En een van de dingen die daarin stond is maak in de wetgeving een uitzondering voor start-ups als een sector. Je hebt in de topvoetbal... Profvoetballers hebben ook een uitzondering in de wet werkinzekerheid, want die mogen ook een aantal keer een korter contract hebben vanwege de aard van hun beroep. En we hebben toen gezegd, doe dat ook voor start-ups. Je moet wat sneller praten, Kees. Pas op, het gaat allemaal voor jouw tijd nu weer af. Oh, sorry. Ben ik in beeld, zegt hij. Nou, ik denk dat het belangrijk is dat je... Ik weet niet of je dat moet doen met de WW-premies, want ik denk ook dat er wel degelijk ook mensen werkloos worden als er start-ups omvallen. Wat wij belangrijk vinden is dat in elk geval de wet werk en zekerheid wordt aangepast. En daarnaast hebben wij bij het afgelopen belastingplan al een voorstel gedaan om het fiscaal te stimuleren dat werknemersopties, dat er daarin uitbetaald kan worden. En dat is een goede eerste stap wat ons betreft. Oké, het bleef bij de eerste stap, ja? Ja, even over die specifieke casus van de sectorpremies. Ik denk dat je dat niet moet willen, een aparte sector voor start-ups. Want daar gaan natuurlijk veel vanuit de aard van de zaak failliet. En die WW-premie wordt veel hoger. Ik zou inderdaad even bij de werkgevers en werknemers aan tafel gaan zitten. Welke sector het logisch voor jullie is. Want deze lijkt me ook niet logisch. Ik denk eerder dat je bij de ICT en dienstverlening zou moeten zitten. En verder willen wij het ook veel goedkoper maken. Door de startersbonus om te zetten in de aannamebonus. Maar daar komen we zo meteen nog op. Als het een oplossing zou zijn voor het probleem, dan is het CDA altijd bereid om daar eens naar te kijken. Ik ga dat samen doen met mijn collega Pieter Omtzigt. Maar als het effect is dat de premies omhoog gaan omdat je relatief meer faillissementen hebt bij start-ups, dan vraag ik me inderdaad af of je dat moet doen. Maar daar kom ik bij jou op terug, dus ik ontvang graag je kaartje zo.